Hallo, welkom allemaal bij Defamerember, vandaag dag 16 met de prompts vleugels en etiketten. Ik heb met Sinterklaas deze prachtige stans gekregen van Tim Holtz met vleugels. Dus toen ik las vleugels moest ik die gebruiken. Etiketten vond ik wat lastiger, maar ik heb stempels gepakt en heb daar etiketjes zelf mee gestempeld. Ik ga mijn projectje vandaag maken met restjes. Dus ik heb het boekpapier van gisteren en restjes zwart papier. Want wat ik wil gaan maken is een papieren poppetje. Wat armen en benen kan bewegen. Gisteren had ik al verteld dat ik een nieuw account op Instagram had gevonden. Julia Peculia Art. En zij heeft ook zo'n soortgelijke poppetjes gemaakt. Die van haar bewegen nog wel meer. Ook in de knietjes en de ellebogen. Maar ik dacht voor mijn allereerste keer poppetje. Kijk, voor iets makkelijker. En ja, dat was mijn inspiratiebron. Ik heb een template getekend van een hoofdje, een lichaam en een been en een arm. En dat beentje en dat armpje, dat kan ik ook, als ik het op de kop gebruik, als template voor de andere kant gebruiken. En ik ga beginnen met het gezichtje, denk ik. Want de armen en de benen vind ik leuk als dat met... Met het boekpapier, met tekst, maar het gezicht, daar wil ik nog echt wel een gezichtje in tekenen ook. En dat is mooier als de beter zichtbaar als dat op een even stukje boekpapier is. Dus dit is wel een stuk witter. Ik hoop dat dat straks niet gek uitziet. Maar ja, deze kies ik. Trek dus eerst mijn template over. En zoek het midden op van het gezicht. Dat kun je een beetje nakijken door met je potlood te kijken. Is het onder en boven mijn lijn gelijk? En dan verticaal het midden zoek ik op. Tussen dat middenlijntje wat ik als eerste tekende en de kin, zeg maar. Daar zoek je het midden op voor het neusje. En het mondje wordt dan tussen de kin en het neusje in drieën verdeeld. Voor oogjes zorg ik altijd dat de ruimte tussen de ogen ongeveer even groot is als de oogjes zelf. En hier schets ik dan twee boogjes met daar een iris en een pupil in. Zo komen daar de oogjes. De bovenlijn maak ik altijd iets dikker. Nou, het neusje is eigenlijk een heel klein cirkeltje in het midden. Met daaraan vast twee kommaatjes eigenlijk als neusvleugeltjes. En dan bij de neus recht omhoog naar boven beginnen de wenkbrauwtjes. En die kan je natuurlijk dunnetjes of heel dik tekenen. Het mondje er nog bij. Ik ga een beetje scheef, dus dan wil ik graag even opnieuw doen. En dan heb ik zo een schetsje van een gezichtje, welke ik later nog... met fineliner wil gaan overtrekken. De haren die ik straks nog wil gaan maken, die komen in de bovenste helft. Dus waar we als allereerst die horizontale lijn trokken naar boven, verdeel je dat vak ongeveer in drieën. En dan een derde deel, daar begint dan de haargrens. Ik heb een stukje, een restje gevonden waarin een beetje barokkenachtige rode krullen zitten. En ik dacht, dat is misschien wel leuk als haar, die krullen... zijn natuurlijk geen haarkrullen, maar wel kan dat wel vertegenwoordigen, zeg maar. En nu teken ik nog een keertje dat gezichtje over. Omdat ik daardoor het kapsel, zeg maar, kan bepalen. En bedenk me opeens van, oh wacht, als ik die vleugels daarachter ga gebruiken, dan wil ik niet dat die haren en die vleugels elkaar raken. Dus dat checkte ik eventjes of ik niet te wijd ging, zeg maar. En dan zoek ik dat punt op, dat een derde deel. Trek ik ook over op mijn haren template, want dat wordt dit dus eigenlijk. Een template voor het haar, om straks op het designpapier te gebruiken. En ik maak een beetje golfjes om het hoofd, alsof ze slagen in het haar heeft. Er zit een beetje ribbel in mijn tafel, dus ik heb even een stukje eronder gelegd. Maar dat heeft verder geen...
speciale reden. Nou knip ik mijn voorbeeldje uit. En dan zit ik even te denken, knip ik het hoofd eruit of niet? Maar ik laat het hoofdje zitten, zodat ik het straks makkelijk op elkaar kan plakken. En ik wil dat met het mesje, zeg maar, die haargrens boven het gezicht uit gaan snijden. Zodat ik straks het gezichtje er min of meer tussen kan schuiven en vast kan plakken. Mesje en even mijn snijmat erbij zoeken. En dan doe ik alleen met het mesje de haargrens aan de bovenkant. Dus ik snij het niet helemaal weg. Ter hoogte van de oren die er niet op zitten, daar stop ik ongeveer. En dan moet ik het hoofdje even uitknippen. En dan kan ik zo het hoofdje er even inschuiven. Dit is dan wel het oefenstukje. Ik kan niet helemaal goed zien door die lijnen, dus die gum ik even weg of ik het wel mooi vind. Maar ik denk dat ik zo wel goed zit. En dan ga ik dus overtrekken op het designpapiertje wat ik voor het haar wil gebruiken. Dus dan leg ik weer mijn zojuist geknipte template op. Kijk even of het goed in dat stukje zit waar die rode krullen in zaten. En dan kan ik het mooi overtrekken. En straks uitknippen en snijden om als echt haar te gebruiken. Ik vouw hem even dubbel om dan die uitsnede over te trekken. En dan knip ik het weer uit. Nou, dat is gelukt en dan kan het hoofdje dus in het haar geschoven worden. Kijk hoe leuk. En dan wil ik het nu op een stuk vast gaan plakken, aan elkaar natuurlijk. En daarna op een stuk cardstock plakken om het wat stevigheid te geven. Zo. Blijkbaar bedenk ik nu dat ik eerst het gezichtje nog even met fineliner wil overtrekken. Dus dan neem ik eigenlijk de potloodlijntjes die ik zojuist heb getekend of geschetst, neem ik nu over. En bij de ogen let ik er vooral op dat ik sommige lijnen trek ik wat dikker en de andere wat dunner. Zo geef je het een mooier geheel. Boven het ooglid bijvoorbeeld, daar mag je wat dikker, alsof er een eyelinertje op zit. En lijntjes zoals bij de neus, dat cirkeltje, dat doe ik dan heel lichtjes. En die neusvleugeltjes, dan niet zo strakke lijner erop. Wenkbrauwen mogen dan natuurlijk wel weer wat steviger erop. Maar dat kan je ook heel zachtjes doen, net wat je mooi vindt. Een mondje. En dan geef ik er nog wat wimpertjes. Ik trek een klein beetje van de kin. Dat is heel zachtjes over. En twijfel, zal ik er ook wat sproetjes geven? Ja, ik geef er ook een paar sproetjes. Zo krijgt ze wel een schattig uiterlijk. Vinden jullie haar mooi geworden? Nou, nu kan ze dan op het kartstok. Voor de stevigheid. En dan wil ik graag nu met dit designpapiertje het lichaampje gaan maken. Dus ik had daar ook al een template voor gemaakt. Die trek ik nu weer over op de achterkant. En die knip ik zo meteen uit. En op het lichaampje teken ik ook alvast die gaatjes over. Die had ik al voor getekend. En als je dat met potlood doet aan de ene zijde en je duwt daarna met je potlood aan de andere kant, dan krijg je een vage afdruk. En dan heb je ze keurig netjes op de juiste plek. Dus nu ga ik er weer uitknippen.
En omdat de prompt natuurlijk etiket zei, wilde ik zo'n zelfgestempelde etiket gebruiken op het lijfje. En ik heb daarvoor deze stempels gebruikt. Die komen van AliExpress. Het zijn officieel zijn ze van Tim Holtz. Maar die kan ik even niet betalen. Daar ga ik lekker voor sparen, want het zijn wel ontzettend mooie en fijne stempels. Ik gebruik ze heel veel. Maar nu heb ik het dus eventjes met deze van AliExpress gedaan. En die wil ik hier op gaan gebruiken. Ik heb het alleen op heel wit papier gestempeld. Dus ik wil nog een klein beetje meer vintage kleur geven. Dus net dat witte eraf. Dan past het beter bij de rest. En de randjes, omdat ik het op dun papier heb gedaan, doe ik dat weer langs een kartstok beïnkten. Want anders dan floept je papiertje zeg maar steeds om. En die komt hier dan bovenop. Beetje uit de kantlijn. Maar dat knip ik dan straks bij. Want zo precies in het midden vind ik niet zo mooi. En zo vind ik dat wel grappig. En heb ik mijn etiket gebruikt. Nu wil ik eigenlijk het lichaampje op de kartstok gaan plakken. Maar bedenk me, ja, maar mijn stipjes van waar de gaatjes moeten komen zitten dan aan de achterkant. En dan zie ik die niet meer terug. Maar op het zwarte voorkant overnemen, dat zie je bijna niet. Dus ik besluit om ze nu even door te prikken met de prikpen op een prikmatje. En daarna op te plakken en dan kan ik strakjes het kartstok ook op diezelfde plek weer doorprikken. Want een gaatje, dat zie je wel door dat zwarte heen. Zo, het lichaampje erop. En dan moeten we nu nog beentjes en armpjes. Dus ik pak het beentje erbij. En dat wil ik met boekpapier gaan doen. En ik wil graag, dat heb ik van gisteren geleerd, dat ik het mooier vind als er geen witte lijnen tussen zitten, tussen de tekst. Dus ik heb hier nog een mooi restje wat helemaal beschreven is. En aan dat andere stuk ook. Daar kan ik precies zo'n beentje in leggen. Dus die trek ik weer over. Eerst met het voetje naar de rechterkant. En op dat andere stuk kan ik hem straks omkeren. En omdat het boekpapier zo oud en kwetsbaar is, besluit ik om hem even slordig uit te knippen. En dan eerst op het kaartstok te plakken. En strakjes dus helemaal netjes uit te knippen. Want ik denk dat die hele kleine voetjes en dat handje, dat anders snel afscheurt met zonder de kartstok eronder. Dus nu het beentje heb ik omgekeerd. En die reken ik dan over. Zo heb je een linker en een rechterbeentje. En dit doe ik straks op dezelfde wijze slordig uitknippen en dan op het kartstok plakken. Om later met meer stevigheid het goed en fijntjes uit te kunnen knippen. Dan zijn nou de armpjes aan de beurt. Die wil ik ook met boekpapier doen. Maar het leek me wel leuk om de onderkant, dus het handje en het onderarmpje, met het printje te doen. Alsof ze zeg maar van die lange handschoenen aan heeft. Ik dacht het wordt een beetje zo een danseresje in een soort balletachtig pakje. En het leek me wel leuk om dan met handschoentjes. Dus ik plak een stukje van dat designpapier wat ik nog over heb, plak ik onderin. En dan teken ik straks dat handje over met de bovenarm op het boekpapier en het onderarmpje en het handje op dat designpapier. Zo lijkt het net of ze dan van die lange handschoentjes draagt, dacht ik. En net als de beentjes knip ik dit eerst slordig uit en dan strakjes met kartstok en al netjes en fijntjes. Dus nu het andere armpje ook. En ik leg even de template erop
op die ik zojuist had gedaan en deed met mijn nagel even een klein randje van tot waar dat handschoentje dan kwam. Dan kan ik dat op de tweede op dezelfde hoogte doen. Weer over te trekken. Grof uitknippen en dan op het kartstok. Zo, dan knip ik alles even los, omdat ik dat fijner vind te knippen. Zo heel kleinere stukjes. En dat heb ik even buiten beeld allemaal netjes uitgeknipt op mijn gemakje. Nu krijg ik de armen en de beentjes nog even een merkje waar het gaatje moet komen. Dat doe ik dus weer met mijn template door dan met het potlood op het gaatje, of ja, het gaatje aan te geven en dan door te drukken op het originele of het echte armpje, een beentje wat ik wil gebruiken. Nou, met de prikpen prik ik dan alle gaatjes goed door. Door de 5 gaatjes in het lichaam. Eentje voor het hoofd, 2 voor de armen en 2 voor de benen. En dan op ieder ander onderdeel 1 gaatje. Je kunt ook nog die onderbeentjes bijvoorbeeld door de midden doen, zodat ze in de knieën buigen. En bij de armpjes kan je dat bij de ellebogen doen. Dan zou je dus inderdaad nog meer gaatjes moeten prikken en nog meer splitpennetjes moeten uitzoeken. Ik twijfel nog een beetje, want ik wil graag kleine splitpennen gebruiken. En ik had laatst al die leuke bronzen vierkanten. Dus die prik ik erin te kijken. Maar ik heb ook nog zwarte en zilveren hele kleintjes. Die zijn rond. Dus ik ga hem even erin zetten om te kijken. Eerst even kijken of ik er überhaupt wel 5 heb. Ja, ik heb er nog 5. Dan prik ik die andere er ook gewoon even in. En dan kijk ik welke het leukste staat. Ja, ik vind toch die zwarte dan het leukst. Dus die gaat het worden. Die vierkante bronzen bewaar ik wel voor een ander projectje. Eerst moet ik nog eventjes alles distressen, bedenk ik me. Dat is dan, als ze in elkaar zitten, natuurlijk een beetje lastig. En het is... Het is natuurlijk leuk omdat het dan wat meer vintage is, maar ook omdat het de armpjes en de beentjes met name dan een beetje diepte krijgen. Een beetje meer ronding, doordat de randen wat donkerder zijn. Dus het is zeker leuk, ook als je niet per se van vintage houdt, om toch wat met inkt te doen rondom bij deze poppetjes. Nou, en ook het hoofdje doe ik het bij en bij het haar. En dan denk ik, oh, jammer dat ik dat gezichtje niet gedaan heb. Dus heel voorzichtig de zijkanten van het gezicht nog wat. En dat gaat wel nog aardig als je voorzichtig doet. Nou probeer ik ook de haargrens te doen en daar gaat het een klein beetje te ver. Maar ja, dat is al te laat. Eigenlijk had ik dat dus heel veel stapjes terug al moeten bedenken en dan was het wel goed gegaan. Nou, overal een splitpennetje in. En dan kan ik, komt dat poppetje tot leven, dan kan ik ze haar armpjes en haar beentjes erop zetten. En dan is ze niet meer onderdelen, maar een poppetje. Nou, daar is ze. Leuk dametje. En die moeten de vleugeltjes er nog achter. En die wil ik eigenlijk op één plekje vast gaan plakken. Hier zo. Met mijn alleslijm. En doe ik maar een heel klein puntje lijm in het midden. Omdat ik de vleugels niet wil vastplakken aan de armen. Dus ik wil echt dat die alleen maar op één puntje op de rug vast zit. Zodat haar armpjes nog gewoon vrij kunnen bewegen. En om dit goed te kunnen laten drogen, zet ik er even een klemmetje op. Nu ik dat zo zat te lijmen, dacht ik, misschien is het ook wel leuk om met nagellak haar wat schoentjes te geven. Van die
heb deze nagellak, die ik toevallig ook op had, stond nog naast me. En ik denk dan zo'n leuk klein glanzend ballerinaatje. Vind ik wel leuk. Komt toch de rode kleur die ik al die tijd steeds in de ephemera gebruik, komt weer terug. Was ook wel bij de ticket en het haar natuurlijk. Maar het leek me wel leuk. Schattig klein schoentje. En nu ik toch met make-upjes bezig ben, dacht ik, misschien is het ook wel lief een paar roze wangetjes. Ik weet niet zo goed welke kleur ik wil gebruiken, dus ik ga eerst even op een proefje van hetzelfde papier kijken. Maar deze lichte roze kleur is al heftig genoeg. Dus met een fijn kwastje doe ik een heel klein beetje erop. En dat ziet er wel schattig uit. Een beetje blush. Klein beetje kleur op de lipjes. Die zijn wel heel klein, dus daar ging het een klein beetje naast. Maar met een schoon kwastje veeg ik dat zo weg. En dan heeft ze een gezond kleurtje. Nou, ik vind haar wel heel leuk. Je zou er eventueel nog achterop kunnen journalen. Maar ik denk dat ik haar ga gebruiken als soort boekenlegger. Dit was mijn uitwerking van die Femmeramber dag 16. Ik vond het zelf heel erg leuk om te maken en ik denk zeker dat er nog meer poppetjes gaan komen. Als jullie het ook gaan proberen, laat je ze me dan zien? Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!